Hallo allemaal, ik ga jullie laten zien hoe je deze ananas kan maken. En het is een soort van 2D ananas figuurtje. En ik vind hem zelf heel schattig en leuk. En die ga ik dus vandaag maken. Ik gebruik wel wat een beetje aparte kleuren. Want een ananas heeft natuurlijk niet één kleur. Dus ik gebruik voor de gele elastiekjes. Je moet, zoals je misschien wel weet, bij een figuurtje altijd dubbele elastiekjes gebruiken. En ik gebruik dan twee elastiekjes van verschillende kleuren. Namelijk een normale geel, een beetje richting de oranje. En een neongeel. En ik hoop dat jullie de kleuren goed kunnen zien. Deze twee gebruik ik dus zo samen als dubbele elastiekjes. Dan als horizontale elastiekjes en als accentkleur gebruik ik bruin. En ook voor de capband, voor dat bruine dingetje eronder altijd. En natuurlijk als die groene dingetjes daarboven, gebruik ik natuurlijk groen. Daarvoor kan je ook weer andere kleuren, verschillende kleuren groen gebruiken. Maakt niet zo uit, ik gebruik deze kleur groen. Als je nou maar één kleur geel in huis hebt, gebruik je gewoon alleen die kleur geel. En dan kan je misschien als accentkleur oranje gebruiken. Je moet gewoon een beetje kijken wat je in huis hebt. En ik gebruik deze kleuren. Je moet je longboard wel wat anders opstellen dan dat je normaal zou doen. Natuurlijk wel weer met de pijl van je af. Alleen in plaats van dat de middelste rij uitsteekt, moeten de twee buitenste rijen uitsteken. Dus kijk goed hoe ik hem heb opgesteld. Want dit is zeg maar niet of gelijke rijen of dat deze iets uitsteekt. Dus dit is iets anders dan normaal. En laten we snel beginnen. Zo, dus de pijl moet van je af staan. En dan beginnen we aan de twee buitenste rijen. En dan pak je dus je dubbele elastiekjes. En dan ga je 4 keer zo naar beneden. Dus dit is 1. Dit is 2. En dan 3. En de laatste 4. En dan maak je hem schuin af naar binnen toe. Dus nu heb je hem 4 keer naar beneden gedaan. En dan ga je zeg maar zo naar de binnenkant toe. Dus hier ga je 4 keer naar beneden en dan naar binnen toe. En dat doen we ook aan deze en dan naar binnen toe. Dan moet je ook aan de andere kant. Want dan wordt hij een beetje langwerpig. En als je helemaal moet, als je hem langwerpig, dan zou je echt als je gewoon niet naar beneden. Want die gaat straks zo, dus we gaan naar beneden. Maar dit zou dan eerst zo doen. En dan naar binnen toe. Zo, nu heb je de buitenkantjes gedaan en nu ga je vanaf de pijl of het middelste pinnetje zo hem opvullen. En dan hoeven we alleen nog maar horizontale elastiekjes te plaatsen. Dit is 2. 3. En 4. Dus hier gaan we ook 4 keer naar beneden. Nu heb je dit. En nu gaan we horizontale elastiekjes plaatsen. En ik begin hier. En als je vanaf dit pinnetje telt, dan is het het derde pinnetje. En die plaats ik zo horizontaal. En dan kan je dat doen met je haaknaald of gewoon met je vingers. Dan pak je de bovenkant op. Zet je die op het pinnetje ervoor. En dan heb je een driehoek. Dan doen we ook daaronder. Dus dat is eigenlijk het vierde pinnetje. Plaats je hem zo. En dan de bovenkant optillen en hem zo erop zetten. En dan bij de laatste driehoek gaan we het elastiekje dubbel vouwen. Dus wat je dan doet, is je pakt het elastiekje. Je draait hem een kwartslag. Draait hem een slag. En dan heb je hem eigenlijk dubbel gevouwen. En dan, ja, dit kan even lastig zijn om hem dan zo ver uit te rekken. Dus ik zet hem dan gewoon op dit pinnetje. Op één pinnetje. En dan pak ik de twee lusjes. Zo. En die rek ik dan met mijn haaknaald uit tot dit pinnetje. En dan kan je hem zo makkelijk oppakken. Zo. Nu hebben we de driehoek geplaatst. Nu hoef ik alleen nog een capband te plaatsen. En dat doe ik ook met bruin. En dan maak ik een capband van 3 ringetjes. 1. 2. 3. En nu gaan we beginnen met haken. Dus je draait je loom om. En dan beginnen we te haken bij de capband. Dus wat je doet, is je gaat met je haak in de capband.
En dan pak je de bovenste twee elastiekjes. En die zetten we in het midden. Dus die zetten we hier neer. En dan krijg je dus een druppelvorm. Dat is wat je wil bereiken. Dan ga je weer in de capband. Zo. Dan pak je weer twee ringetjes die op dat moment boven zitten. En die komen in mijn geval vanaf links. En dan pak je de laatste twee elastiekjes. En die komen vanaf rechts. En dan heb je die druppelvorm. Dat is wat je wil bereiken. En nu moeten we hem gewoon naar voren haken. Alle rijen. Dus ik begin aan de linkerkant. Dan ga ik in alle elastiekjes. Het kan strak staan, omdat die driehoek natuurlijk is dubbel gevouwen. Dus het staat een beetje strak. Als je bang bent dat je... Ja, kijk, hier zie je dat één elastiekje hier een beetje blijft haken. Dan kan je met een andere haaknaald of met zo'n satéprikker bijvoorbeeld. Of gewoon met je eigen haaknaald. Ga je er zo een beetje omheen. Deze is er afgegaan, maar niet zo uit. Maar ik zet hem er weer even op. Kan je er zo een beetje omheen gaan. En dan schiet hij zo op zijn plek. Dan breekt hij niet zo snel. Kijk, deze zijn er nu afgegaan. Het is op zich niet zo heel erg, omdat we die ook gehaakt hebben. Maar ik zal hem even terugzetten. En nu gaan we gewoon deze hele rij haken. En let telkens erop dat je de driehoek wegdrukt. En dat je ze dan pakt. Dus druk de driehoek aan de kant. En pak de twee lusjes. En hier zit geen driehoek, dus hier hoef je alleen de twee lusjes te pakken. En dan hebben we de eerste rij al gehaakt. Dan gaan we door naar de tweede rij. En daar hoef je niks aan de kant te drukken. In het midden. Dan kan je gewoon ze pakken. Zo. En dan de laatste rij. Dat is eigenlijk weer gewoon hetzelfde als de eerste rij. Het kan een beetje strak staan in het begin. Zet hem er dan op. En dan kan je zo even eromheen. En dan schiet hij op zijn plek. En dan pak je gewoon telkens de twee lusjes en druk de driehoek aan de kant. Zo. Nu hebben we alles gehaakt. En nu gaan we de groene lusjes plaatsen. Dus pak een groen elastiekje. Ga naar één van deze pinnen. Ga met je haaknaald in alle lusjes. Pak dan zo het groene elastiekje. En haal die er zo doorheen. En dan zet je hem een beetje aan de voorkant. Dan zet je beide lusjes op je haaknaald. En dan pak je de bovenste. Die doe je over de onderste heen. En dan trek je hem aan. En dan heb je een knoopje. En dat doe je bij alle pinnen. Zo. En nu gaan we de twee buitenste lusjes op de middelste zetten. Dus druk hem aan de kant. Maakt niet uit als je hem verliest, want ze zijn al vastgemaakt met dat groene lusje. En dan zet je hem er zo. Even een goed midden zoeken, zo. Zet je hem zo op dat middelste pinnetje. En dat doe je dus ook aan de andere kant. Pak het op. En zet het erop. Zo. Na drie lusjes zijn nog vrij weinig. Dus we gaan nu nog ongeveer drie lusjes gewoon hier over omheen halen. Dus ga in alle lusjes. En haal er zo'n groen elastiekje doorheen. Nu heb je veel meer lusjes. Dus het kan nu een stukje lastiger zijn. Maar als het een paar keer fout gaat, is het niet zo erg. Dan probeer je het gewoon opnieuw. Nu heb ik er al één gedaan. En het kan op een gegeven moment ook lastig zijn, omdat je dan al heel veel lusjes hebt. En die zitten dan in de weg. Maar moet je maar gewoon een beetje proberen aan de kant te drukken. Of duwen. Je kan ook even alle groene lusjes op bijvoorbeeld dit pinnetje zetten. Heb je daar niet meer zoveel last van. Zo. Ik heb het niet.
bovenste over de onderste. En aantrekken. En dan is je ananas eigenlijk klaar. Dus dan kan je hem eraf halen. Doe wel voorzichtig, want hij kan strak staan. Je wil natuurlijk niet op het allerlaatste moment nog elastiekjes breken. Dan ziet het er in mijn geval zo uit als ik het er vanaf haal. Dit is natuurlijk nog niet zo heel mooi. Dus ja, je moet nu even de groene blaadjes een beetje mooi proberen te krijgen. En zoals hier zit dit bruine elastiekje helemaal die kant op. Dus moet je hem hier gaan zoeken. En hier zie je dat hij heel strak is. Dus dan pak je je haaknaald. En dan pak je het elastiekje en dan kan je hem een beetje recht trekken. En gewoon een beetje aantrekken, een beetje in vorm brengen. Ik zal even de capband hier nog even een beetje zo aantrekken. En stel het elastiekje zit nou echt helemaal zo, dan kan je hem zo met je vingers een beetje draaien en dan gaat hij naar boven zitten. Dus heb je al je elastiekjes een beetje zo naar boven zitten, dat is wel leuk. En dan is je ananas klaar. Bedankt voor het kijken. Hopelijk hebben jullie iets aan deze video gehad. Hopelijk heb ik het duidelijk genoeg uitgelegd. En ja, bedankt voor het kijken. En tot volgende week dinsdag. Doeg!